Dag rollende roofdieren. We bevinden ons in de parking van Gent Sint-Pieters. Buiten regent het, stroomt en in die parking is er duist plaats. Omdat mijn kinderen en ik wilden skaten, maakte je me van die parking ons speelterrein. Een van de plezantste dingen dat je kunt doen met je kinders is stickerken op inline skates. Dat is niet alleen plezant, dat is ook een verschrikkelijk goede oefening. Zonder dan eens het beseffen leren je kinderen scherpe boog te pakken en koor te stoppen. Uldere focus ligt op het spel, maar ter binst werken ze aan uldere techniek. Allee, kom jongen, probeer mij maar te pakken. Poesje, Mara is op haar gat gepletst. Gaan jullie dat alle twee doen? Twee tikkers? De twee zombies. Treintje spelen vinden die twee Charles ook vrij leutig. Ja. Ça va, meisje? Met kegeltjes kun je slalomoefeningen doen. Maar kinders kunnen daar niet langer dan 5 minuten mee amuseren. Dat is geestig voor even, maar de leut is er rap af. Ik moet zeggen dat ik zelf ook geen amateur ben van dat slalomgedoe. Tikkerken op wieltjes is veel plezieriger. Terwijl dat die piepoes mij proberen pakken, oefen ik zelf op mijn fake rijkunsten. Ja, tik! Tik! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Haha, tikkie! Ik ben Ga ik het doen voor echt? Ja, wacht, ik ga lekker maar iets voor echt pakken. Ja, capture! Met kegels kun je ook fantastische varianten spelen op Capture the Flag. Elk team heeft een kamp van een paar kegels. De bedoeling is dat het de kegels van het andere kamp steelt. Als je getikt wordt, moet je terug naar je eigen kamp. Zonder kegels. Tik dan. Dat spel is onwaarschijnlijk goed voor de beëindigheid. Tik!
Wat ik maar wil zeggen, het is niet omdat het regent dat je niet kunt skaten. Zoekt u een ondergrondse parking met veel vrije ruimte en gaat alles wat u nodig hebt. Merci voor het kijken. Abonneer u en deel deze video met al uw skatende vrienden. Dankbaarheid is uw deel. Houd u goed en blijf rollen. Tot de nooiste keer. Yo.